De meisjes liggen daar lekker. Hé? Tenminste, één zit. De ander ligt. Hé, Rijka? Het is vreemd weer. Dus ja, dan dus. Ik zag nou niet wat jullie zagen hoor, want ik draai hem om boven dat plakspul en onder de vitrage. Het is alweer donderdag 10 februari en we leven om 13.43 uur. Ik ben al druk bezig geweest, want de vaatwasser die draait al, de keuken is half schoon. Gegeten hebben we al, we hebben koffie gedronken, de meisjes zijn al uit geweest en Karin met een K is al geweest. Hebben we ook aan het werk geweest. Ja, en ik zit nu ook weer van een bak koffie te genieten. Ja, ik zat voor de helft alweer op. Dus dat is allemaal lekker. Maar ik wens jullie eerst natuurlijk wel weer een hele fijne dag. En welkom bij Corinne en de Beestenboel. Want dat vergeet ik weer. Ja. Maar ja, dat weet ik dus langzamerhand wel. Als jullie mij zien, dan weten jullie dat jullie daar zijn aanbeland. Ja. De meisjes liggen daar lekker. Hé? Tenminste, één zit, de ander ligt. Hé, Rijka? Ben je lief? Ja, hé. Zeg maar, ja. Hopies. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon genieten, want het is prachtig mooi weer, maar ook toch wel bewolkt. Het is heel vreemd. Het zonnetje schijnt en er is ook bewolking. Van die lichte bewolking. Bij de kerk gaat nog maar wel een grote wolk. En hoe het in de keukenkant is, weet ik niet. Gaan we ook eens even kijken. Even koekeloeren. Daar boven zie ik een paar wolkjes gaan. Maar ja, het is vreemd weer. Dus ja, dat dus. Ik zag nou niet wat jullie zagen hoor, want ik draai hem om boven dat plakspul en onder de vitrage en dan weet ik niet wat jullie zien. Maar ja, ik hoop goed. Dus, nou ja, en ik was even bezig met telefoon aan het schoonmaken, omdat zoveel berichten staan erin. En dan denk ik, eventjes daarmee bezig en daarna met de pc. Want ook daar heb ik nog veel werk. Ik moet mijn mobiel nog weer leeghalen. Er staat weer veel op. En ik ben op de computer nog niet eens niet klaar. Omdat ik wel gefilmd had. Zoals jullie weten. Maar ik had niet de boel in elkaar gezet en niet gerenderd. En dat heb ik pas op het laatst gedaan. En toen heb ik er een heleboel, een stuk of 5, 6 heb ik naar YouTube kunnen brengen. Maar je moet het allemaal wel nou bijhouden. Ja. Maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Gewoon vol goede moed gaan we er tegenaan en we zien wel weer waar we stranden en ik hoop van niet. Het is wel eens genoeg geweest, maar ik heb nog niet echt veel energie. Nee, dat wil nog niet, maar ja, het komt ook allemaal wel goed. En ik moet dat gewoon ook van de huisarts kalm aandoen, aan mezelf denken, dan pas aan een ander en je wilt toch wel wat te doen hebben. Dus we gaan gewoon langzaam verder. Ja. Maar het komt allemaal goed, zou ik zo zeggen. Gewoon vol gemoed. Mijn meisjes die liggen allebei. Ook Rijka die is gaan liggen. Die denkt ook, zitten word ik ook zo moe. Ik ga erbij liggen. Hé, Rijka? Met je grote kraaloogjes. Hé? En iedereen is maar verliefd op dat die tegenkomt op straat. En dan vinden ze Elwin mooi, maar ze worden verliefd op haar. Hé, joh. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later.